Burgemeester Bruls sluit woning aan de Nijmeegse Willemsweg, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afging. Een woning aan de Willemsweg in Nijmegen, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, is donderdag gesloten op last van de burgemeester. Het huis gaat vanwege veiligheidsrisico's voor minstens 2 weken op slot. Bewoners werden hier woensdagnacht rond 4:30 wakker van een keiharde knal. Door een explosief liep de voordeur van nummer 52 grote schade op. Volgens omwonenden is het de afgelopen tijd vaker onrustig. Er werd de afgelopen tijd al vaker politie gesignaleerd bij het adres en buurtbewoners hoorden ook schoten. Het zal je maar overkomen. Je leidt een rustig leven en ineens is je buurman doelwit van een onbekende dader. Buurtbewoners reageren niet enthousiast. De buurt wordt als onveilig beschouwd. Mensen zien drugshandel gebeuren op klaarlichte dag, horen schoten, zien gevechten en nu dus ook mogelijke explosieven. Burgemeester Bruls laat weten dat het afgaan van het explosief niet op zichzelf lijkt te staan, maar dat de acties gericht lijken op een persoon die in de woning woonachtig is. Wat ook een gevaar oplevert voor de andere bewoners van het pand en omwonenden. Hierdoor is gekozen om het pand deels te sluiten en de bewoner momenteel ergens anders onder te brengen. Dan gaan we door met de pro-Palestina-protesten. Er zijn namelijk nog steeds volop acties op de campus van de Radboud Universiteit. Zo was er vandaag een nieuw soort protest bij het gebouw van het commissariaat. Maar ook medewerkers hebben nu van zich laten horen. Dit is de tweede week dat de Radboud-studenten actie voeren. Gisteren hebben medewerkers van de universiteit een open brief gepubliceerd in het universiteitsblad Fox. Hiermee steunen zij de studenten in hun oproep om de banden met Israëlische instituties te verbreken. Deze brief is inmiddels door ruim 350 medewerkers ondertekend. En dat hebben we gedaan om een aantal dingen duidelijk te maken. Ten eerste dat de eisen die de studenten stellen met dit protest, dat we die onderschrijven. Ten tweede om inzicht te geven in de banden die bestaan met Israëlische universiteiten. En ten derde om die banden dan ook te verbreken. Tot slot roepen we collega's op om zich te engageren, om studenten te steunen op allerlei manieren in dit protest en om zich hier te laten zien en te laten zien dat ze het geluid dat deze studenten maken van harte ondersteunen. En dat blijkt natuurlijk ook wel uit het aantal handtekeningen dat we inmiddels in korte tijd hebben binnengehaald. De studenten voelen zich gesteund door deze open brief. We zijn gewoon heel blij met solidariteit vanuit werknemers die ook solidair met onze eisen staan. En we zien ook steun niet alleen vanuit studenten, natuurlijk heel veel steun vanuit studenten, heel veel steun vanuit werknemers, maar ook gewoon de brede maatschappij. Heel veel mensen komen langs om uit te spreken dat wat we aan het doen zijn en zeker ook waar we achter staan, dat ze daar heel blij mee zijn dat we er voor in opstand zijn gekomen. Vandaag was er een zogeheten die-in actie. Hierbij liggen demonstranten op de grond om de slachtoffers in Gaza te representeren. Deze actie vond plaats voor het gebouw waar het college van bestuur zit. Niet alleen studenten, maar ook medewerkers maken tussen de lessen door tijd om mee te doen aan de demonstratie. Wat ook belangrijk is om te laten zien dat het niet alleen een studentenprotest is, maar dat het breed gedragen wordt. De acties gaan voorlopig nog door. En de studenten willen graag in gesprek blijven met het college van bestuur. We blijven sowieso in gesprek. We willen altijd in gesprek. We willen mensen altijd studenten dingen blijven leren, maar ook gewoon de dialoog aangaan. Er zijn 2 oplossingen voor het tentenkamp. Ofwel we worden weggesleurd door de politie, of we blijven staan tot die banden verbroken zijn met medeplichtige instituties. Ambulances in de gemeente Overbetuwe deden er vorig jaar gemiddeld 1 minuut langer over om ter plaatse te komen. De gemiddelde aanrijdtijd bedroeg bijna 12 minuten tegen bijna 11 minuten het jaar ervoor. In de hele regio was de aanrijdtijd ruim 11 minuten. Dat heeft de gemeente Overbetuwe onlangs bekendgemaakt. De vertraging in deze aanrijdtijd heeft volgens de ambulancezorg Gelderland Midden meerdere oorzaken. Zo zijn de hulpvragen complexer geworden, wonen er meer ouderen thuis en is het drukker geworden op de weg. Het seizoen van NEC zit erop. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal leek NEC tot een kwartier voor het einde de overwinning te behalen. Maar 2 merkwaardige doelpunten deden NEC in de slotfase tegen Go Ahead Eagles de das om. Het werd in het Goffertstadion 1-2. Daarnaast werd vandaag duidelijk dat Thierron Thierry bij NEC vertrekt. Trainer Rogier Meijer bevestigde dat vandaag tegenover de media. Hij zal vertrekken naar het Belgische Royal Antwerpen. En dan de zorg, want daar gaat het niet zo goed. In de coronaperiode waren ze nog de helden van het land en stond iedereen voor ze te klappen. Maar toch is er nu een schrijnend tekort aan zorgpersoneel.
Ook het aantal verpleegkundestudenten daalt. En die landelijke trend zien we hier ook in Nijmegen. Landelijk gezien is het aantal verpleegkundestudenten fors gedaald. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 26% minder belangstellenden zijn voor de hbo-opleiding vergeleken met 2 jaar geleden. Op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zien ze dezelfde trend. Ja, we zien dezelfde trend eigenlijk hier bij de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen als dat we landelijk zien. We hadden afgelopen jaar een iets kleinere daling dan landelijk, maar ook hier helaas een afname. Overigens wel na een hele forse groei. Volgens Donderwinkel lijkt het erop dat het positieve imago van zorgmedewerkers in de coronaperiode heeft geholpen in het aantal aanmeldingen voor de zorgopleiding. In de coronatijd, eigenlijk de tijd dat we op de balkon stonden te klappen voor alle verpleegkundigen, toen hebben we een hele forse groei gezien van het aantal aanmeldingen. De helden van de zorg, je kon echt iets betekenen voor mensen. En dat imago heeft toen wel geholpen dat studenten die keuze maakten. Juist daarna is het imago weer wat minder geworden vanwege de werkdruk in de zorg. Er kwamen stakingen en mensen die wilden loonsverhoging. Studievereniging Plexus van de opleiding verpleegkunde aan de Han in Nijmegen doet er alles aan om de toekomstige studenten naar de opleiding te trekken. Zo zijn ze op de open dagen aanwezig en organiseren ze verschillende evenementen. Ten eerste geven we daar eigenlijk aan van wat onze visie is over de opleiding. Omdat wij als studenten toch ook wel een ander beeld hebben dan de docenten dat wel vaak aangeven. Daarbij hebben we vaak ook evenementen, vooral op het begin van het jaar, die dan open zijn voor niet-leden van onze vereniging. Daar proberen we toch wel mensen ook wel te enthousiasmeren om toch naar ons toe te komen. Voor Geurts was de keuze in ieder geval duidelijk. Je wordt uiteindelijk een spin in het web, dus uiteindelijk je kan alle kanten uit. En mocht je later nog willen wisselen van het sector of van het ziekenhuis bijvoorbeeld naar de gehandicaptenzorg, kan dat altijd nog. En dat vind ik mooi aan de opleiding. Brandweer Oosterhout was een echte mannenwereld. Maar het brandweerteam is nu aangevuld met 4 enthousiaste dames. Deze 4 zijn de eerste dames die bij Brandweer Oosterhout hun diploma hebben gehaald. Het was even aanpassen, maar nu kent het team elkaar en kunnen ze veel van elkaar leren. Je stapt niet zomaar een kazerne binnen om vrijwilliger te worden. Zo ook niet Merel Arndt. Na een open dag werd haar zusje geïnspireerd om de opleiding tot brandweervrouw te doen. Uiteindelijk zijn beide zusjes Arndt enthousiast geraakt en zitten zij nu beide bij de brandweerkazerne in Oosterhout, waar zij samen met 2 andere dames de eerste vrouwen binnen het brandweerteam zijn. Wij zijn nu met 17 vrijwilligers, waarvan 5 in opleiding en daarvan dus die 4 vrouwen. Het bestaat volledig uit vrijwilligers en dat is natuurlijk afhankelijk van de plaats waar de kazerne zit, maar hier in dorp Oosterhout is het volledig vrijwillig. Vanuit de basis leren ze alle skills die ze nodig hebben om uit te rukken. Het programma hierbij is voor mannen en vrouwen hetzelfde. Ze beginnen deze opleiding met levensreddend handelen, vervolgens een module over brand, gevolgd door een stukje technische hulpverlening. Onder technische hulpverlening valt bijvoorbeeld hulp bij auto-ongelukken of liftopsluitingen. De opleiding kun je volgen als avondopleiding waar je gedurende 2 jaar 1 avond in de week les krijgt, of een dagopleiding waar je in slechts 1 jaar tijd klaargestoomd wordt voor de brandweer. Ik vond de opleiding heel leuk. Vooral een stukje theorie wat je thuis leert. En dat je vooral tijdens de opleiding gewoon lekker bezig gaat in de praktijk. Gewoon gaan oefenen met elkaar. Buiten theorie tot zich nemen in haar privé-tijd neemt Merel ook ervaring mee vanuit haar betaalde baan. Als verpleegkundige is het zeker gewend om dagelijks in uniform rond te lopen en mensenlevens te willen redden. Gelukkig krijgt zij ook in het rode uniform de ruimte om haar expertise in te zetten. Wat het werk bij de brandweer leuk maakt volgens Merel, is dat ze in een team met collega's bezig is en ook echt positieve impact kan hebben op de omgeving om haar heen. Ze helpt graag waar nodig en heeft fijne collega's bij de brandweerpost. Er is hele grote acceptatie. Ik denk wel dat het even een omslagpunt was dat wij ineens met 4 vrouwen hier binnenstapten met het idee van wij gaan hier vrijwilligers worden. Dus ik denk dat het zeker een omschakeling is. En wat ik er zelf van merk, vooral ik denk als je in een groep bent, dat er wordt gezegd, nou mannen en dames. Terwijl dat niet per se nodig is. Ik denk ja, wij zijn ook gewoon mensen. En dan het weer. Het is momenteel niet om te gillen, maar toch lijken de zwaarste buien om ons heen te trekken. Vanavond en vannacht trekt er een nieuw regengebied vanuit het oosten over Nederland, maar ook daarbij zijn de zwaarste buien niet voor ons. Zaterdag begint nog met wat regen, maar vanaf de middag blijft het droog en zien we op steeds meer plekken de zon.
Zondag laat de zon zich ook nog even zien, maar in de loop van de dag trekken er ook weer enkele stevige buien over. Het wordt maximaal een graad of 22. En tot zover het RN7 regennieuws van vrijdag 24 mei. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl en in de gratis RN7 app. Maandag zijn we weer bij je terug en dan onder meer een verslag van het Dance Festival Emporium dat deze zaterdag weer plaatsvindt in de Wiegense Berendonk. Voor nu een heel fijn weekend en tot dan.